Waar ben ik? Welkom in mijn laboratorium. Tijdelijk dan. Ik moet nog namelijk een vaste verblijfplaats zien te vinden en tot die tijd vermaken we ons prima, toch? Maar luister, generaaltje. Jij en ik, wij gaan dikke vrienden worden. Wij gaan geen vrienden worden, Silvestro. Je bent een monster. Ik ben inderdaad een monster. Net zoals jij. Ik heb gezien wat jij in je verleden gedaan hebt. Deze mensen hier zijn overlevers van jouw slagpartijtjes tijdens de burgeroorlog. Maar we hebben één ding gemeen. We hebben allebei dit zwarte. Deze half-empire kant, zoals alle Jenevanen het noemen. Wist je dat ik daarvoor een tegengif had? Daarom zat ik vast in Fort Forland. Wacht, niet voor je mutanten? Niet voor mijn mutanten, nee. Ik had een manier uitgevonden om je Nava zwakker te maken. Wacht, als ik het goed begrijp. Jij kan Empire weer normaal maken? Een goede vraag die je daar stelt. Ik weet dat het werkt bij half Empire mensen en goblins. Of het werkt bij mensen die volledig Empire zijn. Dat moet ik nog even testen. Maar genoeg gekletst, ik moet weer aan het werk. Jij ook trouwens. Ik wil wel eens weten wat er gebeurt als ik jouw zuurstof afneem in dat hokje van je. Wat, ben je gek of zo? Dat gaat me dood worden. Nee hoor. Dood ga je niet. Het gaat alleen heel veel pijn doen misschien. What the fuck? Oh man. Oké, het werkt dus niet om iemands longen te vervangen met ballonnen. Misschien had ik grotere ballonnen moeten hebben. Genoteerd. Wat is je gek aan het doen, man? Hey, dit is klei. Hier kan ik gewoon... Ja, hier kan ik doorheen. En zit een ladder. Ze hebben een uitgang ooit gemaakt hier. Volgende patiënt! Niks hoor. Oké, dan ga ik gewoon naar buiten. Trap op klimmen. Oh man. Oh, what the fuck. Wou die gaan experimenteren op mij of zo? Maar hij was net ook al bezig. Oh shit. Oh, snel de toorts weg. Daar loopt zo'n mutant. Oké, gewoon langs op. Oh, what the fuck. Wat is er mis met die gezichten, man? Die hele kop ligt open. Oké, gewoon hier. Oké, voorzichtig langs opsluipen. Oh, what the fuck. Dat is echt wel smerig. Oh shit. Oké, even kijken hoe ik dit aan ga pakken. Is dit dom? Ik kom er langs op. Het zijn ook echt hersenloze mutanten gewoon. Oké. Ik sluip er gewoon langs op. Mooi, heeft mij niet door. Oké, nu rennen. Rennen. Oh shit. Oké, even kijken. Ik moet hier als ik deze kant op ga rennen, inderdaad. Ja, dit zijn de als ik deze fakkels volg, dan kom ik waarschijnlijk wel in Brevo uit. En daar ga ik gewoon Samir om hulp vragen, want die zit daar natuurlijk. Die staan met de inwoners bezig. Oké. Toortje vast. Oh shit! Nog meer van die beesten! Oh nee, dit zijn... De bossenloon zit er al vol met die mutanten. Oké. Oh shit, andere kant op. Oké. Ik moet wel langs op zitten komen. Oké, god. De beesten staan allemaal hier en... Oké. Ja, zo. Hier langs op. Oh fuck, die beesten zitten gewoon ook achter me aan! Oh god. Oh. Nee. Oké. Als het goed is ben ik bijna bij die muren. Bij de stadsmuur. En dan hoop ik dat de soldaten een beetje... Wat de soldaten staan... Ja, ik zie er al wat. Oh god. Ja, ik zie de muren. Ik zie al soldaten staan. Samir! Daar is hij! Schiet op die mutanten! Schiet op die meesten! Kom op jongens! Oh fuck! Kom op mij af! Samir! Kom mannen, maak ze af! Oké. Is het dood? Ik denk het wel. Oh, Samir, oh man. Gaat hij mij niet? Je wil niet weten wat er gebeurd is. Oh, laten we even... Kunnen we even de stad in gaan? Ik denk dat daar wat veiliger is. Ja, goed plan. Mannen, kom mee. Oh man, Samir, luister. Silvestro is een heel
Hij heeft een leger gemaakt van mutanten. Die mutanten die we tegenkwamen bij Gevangeniseiland, hij heeft er een heel leger van. En ze lopen hier door de bossen. En die beesten net die kwamen achter me aan. En, oh, het scheelt dat de muren een beetje goed bewapend bewaakt zijn. Ja, ik had nog een paar wachters kunnen vinden, dus dat scheelt. Ja, maar ik weet waar Sylvester zit, Samir. Ik weet waar hij zit. Ja? Echt? Ja. Hij zit in een oude opgraving van een tempel. Daar heeft hij, zeg maar, daar beneden zit zijn laboratorium. Hij was er zelfs aan het experimenteren. Hij was longen aan het veranderen, vervangen voor iets anders, weet je wel. Dus hij is echt gek gewoon, die gast. Oh, oké, okay, maar... Longen? Ja, ik weet niet, voor ballonnen of zo. Dat kan toch niet? Dat is toch onmenselijk om te doen, man? Dat is gewoon een gruweldaad. Ja, dat bedoel ik, maar... Oké, Samir, wat we gaan doen. Wij gaan zo dadelijk... We gaan nu... Morgenochtend. Morgenochtend gaan wij met een grote groep mannen. Jij gaat brieven sturen naar alle dorpen hier in Vistara. Alle jonge mannen komen hier naartoe en verzamelen zich voor het leger. En wij gaan met dat leger gaan wij Sylvester aanvallen. Want ik wil al die mutanten tegen de grond zien gaan. Ik wil niet dat Vistara straks verandert in een of ander raar monster-invasieland. Daar heb ik geen behoefte aan. Dat kan je naam niet hebben, dat moeten we ook niet hebben. Maar al die inwoners, Samir, er zijn gewoon normale Vistarianen zoals die hier staan bij ons. De koppen liggen open gewoon en ze lopen nog rond alsof er niks aan de hand is. En ze grommen een beetje. Het is onmenselijk, Samir. Het is echt niet goed. We moeten hier een stop. Dit moet stoppen. Ja? Ja. Ja. Oké, okay, jij gaat brieven sturen naar alle dorpen hier. Ja? En ik ga vast hier de mannen klaarmaken. En de rest, jullie gaan ook even de mannen roepen. Kom, gaan jullie mannen roepen. Kom, mannen. Sylvester, jij wilt het zo spelen. Mij best. Dan is het tijd. Tijd voor oorlog.